Modern Warfare fucking 2 beta. Het boeit me echt zo fucking veel. Gooi me in de fucking beta. Fuck jou met je fucking player stats. Ik heb nog niet eens gespeeld. Hoe kan ik fucking player stats hebben? Als killstreak hebben wij de UAV. De bomb drone. Oké, dat is nieuw. SAE, call in it. Of jets to release aerial explosive onto a specific target. We zullen orangie zijn, hij ziet er wel badass uit. Ik heb het gevoel dat mijn graphics echt heel kut ingesteld staan. What the fuck? Nu is de eerste stap voor een fucking UAV gaan. Dat gaat niet als we al fucking verloren zijn. What the fuck? Hoezo word ik geëlektrocuteerd, man? What the fuck? Je kunt switchen naar je pistol terwijl dat je kunt ook van. Episch. What the fuck, niet mikken? Een of andere fucking drugs waardoor ik meer damage doe ofzo? We're losing Bravo. We're losing Bravo. No, I'm losing my mind, man. Because I'm taking too many drugs. Bravo. Bravo. Best hands. All objectives secure. What the hell? Yay, ik heb eindelijk een UAV. Kijk, op zich tot nu toe bevalt deze Call of Duty mij wel. Ik vind het veel beter dan fucking Vanguard. Vanguard heb ik by the way niet gekocht, ik heb alleen de beta gespeeld. Kakspel. Deze Call of Duty kan je dus aan muren hangen, maar dat is wel fucking. Het ziet er zo fucking retarded uit. Ik ben fucking blij, man. De counter UAV mogen niet meer deployen op je fucking iPad. Oh. Kom mee, man. Oh my god, dat is wel awesome. Kom, hostage, we gaan je fucking redden. Ah, fuck! Ik heb hem net niet afgeleverd.